Ik sta hier op het punt waar Schiedam in 1300 ontstond. Toen bekend als overslaghaven en haringvisserij. En vanaf 18 en 1900 erg bekend van de jeneverbrouwerijen en destilleerderijen. Achter mij staat de mooie stad Sevilla, waar ik jullie heel graag mee naartoe neem. Welkom in deze stadse villa. De huidige eigenaren hebben dit pand in 2018 gekocht. Wat het leuke is dat er toen nog twee woningen waren met daaronder detailhandel. En in creatieve samenwerking met woners Tech te Rotterdam hebben ze dit pand getransformeerd tot echt een werkelijke stadse villa. Bouwjaar is 1874, maar inmiddels heeft het een volledig energielabel A. Ik begin hier met het souterrain. Met 6 traptreden naar beneden komen we bij 2 slaapkamers en een badkamer. Dan neem ik jullie heel graag mee naar de keuken. Die is compleet op maat gemaakt en wat zo fijn is dat het echt gewoon een hele prettige ruimte is. Komt deels door de hoge plafonds zoals jullie zien, met de authentieke balken nog. En verder het kookeiland en de keuken zelf zijn van alle gemakken voorzien. Diverse apparatuur van Miele en Siemens. En uiteraard de koeker ontbreekt ook niet. Nou, wat verder heel fijn is in deze ruimte is dat je direct in contact bent met je gasten. Die zien jou koken en je bent echt gewoon onderdeel van het gezelschap. Opvallend is de speelse indeling die je eigenlijk overal terug ziet komen. Dan gaan we nu naar de gezellige woonkamer met mooi kleurgebruik en echt een warme uitstraling. Lichtinval is goed vanwege de openslaande deuren naar het dakterras, maar daar komen we zo op terug. Aangekomen op de tweede verdieping komen we bij de master bedroom in combinatie met de badkamer. Hier bevindt zich een antiek wastafelmeubel die eigenlijk terugkomt in de master bedroom die we hier aan deze zijde bevinden. En hier hebben we de luxe marmeren inloopdouche van ruim 3 vierkante meter. Tussen de rustieke balken vind je 2 inloopkasten aan beide zijden. En hier bevindt zich een luxe vrijstaand bad om te ontspannen. We zijn nu aangekomen op een van de mooiste onderdelen van deze stadse villa. Dat is het dakterras van ruim 50 vierkante meter groot. Gelegen op het westen, zonnig dus, maar ook tegelijkertijd af te schermen middels de zonwering die hierboven zich bevindt in de hele breedte van de woning. Prachtig uitzicht over de Korenbeurs onder andere. Nou, heb je interesse? Laat het ons weten.